In deze video neem ik jou mee in de gebiedsgerichte uitvoering die hoort bij de sociale basis. Waar moet je aan denken bij het maken van een beleidsvisie met dus aandacht voor de gebiedsgerichte uitvoering en wat kun je daarvoor gebruiken? Gebiedsgerichte uitvoering klinkt heel ingewikkeld, maar eigenlijk is het niets anders dan dat je op wijk- of buurtniveau gaat kijken naar dat wat er nodig is. In elke gemeente zijn er grote verschillen tussen buurten, wijken, gebieden of de kernen op veel verschillende terreinen. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van de leefomgeving tot inkomen of gezondheid. Bij gebiedsgerichte uitvoering kan je de grootte van het gebied zelf bepalen. Het gaat bijvoorbeeld om een straat, een blok flats, een buurt, een hele wijk of juist een hele kern. De afbakening van de gebiedsgerichte uitvoering hangt af van de vragen die er spelen en het schaalniveau van het vraagstuk. Gebiedsgerichte uitvoering vraagt om domeinoverstijgende samenwerking, waarin je bijvoorbeeld vanuit het fysieke en het sociaal domein samenwerkt aan een opgave. Om gebiedsgericht te kunnen werken, moet je weten wat de kenmerken en behoeften van de wijken in jouw gemeente zijn. Het opstellen van een buurtagenda is een manier om tot een gebiedsgericht uitvoeringsplan te komen. Deze buurtagenda stel je altijd samen met bewoners en sociaal professionals op. En dit doe je aan de hand van 7 bouwstenen. Als eerste ga je zoeken naar de urgentie. Moet er eigenlijk iets veranderen in deze buurt? Daarna maak je een buurtscan. Hierbij verzamel je data en cijfers over de buurt. Vervolgens breng je de relevante partijen samen. De cijfers zeggen namelijk niet alles, dus ga met ze in gesprek over wat zij ervaren. In een volgende stap haal je verhalen op. Dat geeft jou een beeld van de mensen die er wonen, maar ook wat er speelt in een buurt. In een volgende stap verbind je de data met de verhalen. De verhalen geven betekenis aan de cijfers die je hebt opgehaald. Daarna verbind je de ideeën die er zijn over de buurt met het gemeentelijk beleid. Belangrijk is namelijk dat beleid aansluit op hetgene wat er al gebeurt in de wijk. Tot slot stel je de buurtagenda op. Dit doe je samen met alle betrokken partijen, zodat de agenda van iedereen is. Belangrijk is ook om concrete afspraken te maken in de buurtagenda. Een gebiedsgerichte uitvoering vraagt om een open blik, waarin je samen met bewoners, professionals en organisaties een plan maakt dat aansluit.